Het allergrootste Boeddha-beeld ter wereld staat nog altijd in Hongkong. En dit is ook geen kleintje, een liggende Boeddha in Thailand. Maar het beeld in het Brabantse Berchem is ook niet mis. Vanuit Vietnam weten we dat het de allergrootste geëxporteerde Boeddha is die ze ooit hebben gehad. Verder weten we dat het record tot dusver in Canadese handen lag. De Moonlight Temple, daar stond de grootste. En die weegt 5500 kilo. En dit beeld weegt 8732 kilo. Het is 2,77 meter hoog en 8 jaar lang werd eraan gewerkt. En dus is het beeld duur. Heel duur. Per kilo valt het toch wel mee. Hij zal ergens tussen de 55.000 en 60.000 euro moeten gaan kosten. Ja, per kilo is dat maar een paar euro. Hans Timmers hoopt het beeld aan een tempel te kunnen verkopen. Apetrots is hij op zijn mega Boeddha. En zeg nou zelf, ziet u niet ook een beetje de gelijkenis?